we hebben het nu over het veld gehad, hè, wat de meerwaarde en voor de Pabo is. Maar vanuit studenten zit er ook heel veel meerwaarde in. Want zij kunnen ook bewust kiezen voor bij welke opleidingsschool zij stage willen lopen. Dan kunnen ze natuurlijk bedenken van, god, ik wil graag in Zuidoost. Want dan hebben ze scholen die mij aanspreken. Want ik wil bij multiculturele scholen stage lopen. Maar de verschillende opleidingsscholen hebben ook profielen. Zo is in Zuidoost het profiel vroeg- en voorschoolse educatie. Dus als een student daar interesse in heeft en meer van wil weten, kan die voor die opleidingsschool kiezen. Zo hebben we hier bij Amstelwijs wetenschap en techniek. Samen tussen Amstel en IJ heeft ook wetenschap en techniek. Westelijke Tuinsteden heeft het profiel taal en cultuur. En bij Amsterdam West binnen de Ring is het profiel ICT en passend onderwijs. Nou, mijn functie is opleider. Ik ben werkzaam op deze school. En ben vrijgesteld om 3 dagen in de week studenten te begeleiden. Dus ik begeleid ze persoonlijk met de camera en door middel van feedbackgesprekken. Wat voor soort instructie is dat nou hier wat je geeft op het didactisch niveau, zou ik maar zeggen? Het lijkt bijna een soort trucje wat je uitlegt. Ja. Dat moet je me even helder maken. En ik ondersteun de mentoren. Dat zijn de leerkrachten die een student in de klas hebben. Zij begeleiden uiteraard ook de studenten in de dagelijkse gang van de stage. En ze geven feedback op lessen die de studenten geven. Maar vanaf het begin af en toe ook gewoon iemand uitgeknikkerd. Ja. En toen zei ik ook, gewoon doen hoor. Dus het is gewoon heel goed dat je dat al in week 1 of 2 had je dat gelijk al een keer gedaan. Dat is zeker heel goed.